artiesten van deze avond. Dus we moeten zomaar een beetje beginnen. We hebben heel veel leuke liedjes. Althans, wij vonden ze heel leuk. We hebben ze uitgekozen met elkaar. Zo nu en dan moeten de meesters en de juffen de kindjes eventjes zeggen van... Hé, jullie moeten wel zingen, want ze vinden het heel erg interessant hier op die banken. En dan gaan ze helemaal leuk naar dat podium zitten kijken wat er allemaal gebeurt. Maar eigenlijk moeten wij gewoon zingen. Maar ja, dat vergeten we wel eens. Dus zo nu en dan denk ik dat ik door de microfoon toch even ga brullen van zingen. En dan schieten ze weer wakker en dan gaan we weer verder met zingen. Ja? Maar het gaat helemaal leuk. Fijn dat meester Angelo er ook is. Fijn dat juf Lisette er is. Fijn dat meester Fabiani er is. Nou, en jullie allemaal, super. Ha, Megan is er, wat fijn. Super meis. Helemaal goed. En ja, dat komt natuurlijk omdat je er zo mooi uitziet. Je moest je helemaal mooi haar, een mooie jurk. Ja, dan duurde het wat extra lang, hè. Ja, goed. We zullen maar eens wat gaan doen. We moeten hard werken. Nou, ik heb hulpjes, gelukkig, om alles aan te kondigen. Want ja, alleen had ik zoiets, dan kan ik dat niet. Maar ik heb zoveel... knappe hulpjes die mij komen vertellen wie er aan de beurt zijn en hoe dat allemaal gaat. Nou, Sophie, kom maar eens even helpen. Hallo Sophie. Hallo je. Hier heb je de microfoon. Ik ben blij dat jullie allemaal zijn gekomen, alleen daar gaan we het niet over hebben. Over het eerste nummer en dat is Hallo Wereld. Dus hier zijn Hanna, Megan, Senna, Lot en Arn. Geef ze een groot applaus! Klappen, Sophie. Want het is, je bent goed zoals je bent. En ik wil ook dat wij als groep 4 dat ook gaan onthouden. Je bent goed zoals je bent. Als je dat nou onthoudt in groep 5, 6, 7 en 8, dan denk ik dat het helemaal goed komt op die middelbare school. Dus onthoud, hè. Denk nog eens aan die juffie Maplin die dat gezegd heeft. Dan komt het helemaal goed met jullie allemaal. Nou, Janna en Sophie, kom maar. Hallo Sophie, ben je er nou alweer? Hé, hey, hallo Janna. Hi. Na
Nou, je hoort het aan de titel al, je bent goed zoals je bent. Hier komen Megan, Kira, Frederik, Senna, Arwen en Sophie Claudine. Geef ze een heel groot applaus. Hier komen ze! Soms denk ik, ben ik het zo dik, moet ik niet aan de lijn. Mijn hoofd staat scheef, mijn benen zijn te dun, zal ik eigenlijk niet iemand anders moeten zijn. Hartstikke leuk dat je er bent. Frederik en Megan, kom maar eens voor een verrassing zorgen. Nou, dames en heren, nu komt het liedje op een onbewend eiland, maar... Ik kan niet onderuit gezakt gaan liggen. U moet ook meedoen. Ja, toch? Ja, toch? Ja, want we hebben heel wat mensen die hier alles kunnen vertellen. Nou, dames. We zijn nog niet klaar met liedjes zingen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Nog een echte meezinger. En wie kunnen dat? Wij weten met z'n allen. Dus u al! Nou, dat heb je keurig gezegd, Senna. Zo is dat. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi, mooi, mooi. Het was echt niet gewoon. Iedere kiep, dieper de piep. Daarna werd ik gekust en getoond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met ka dood overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Eens in het jaar, dan droom je zo raar. Dat je het niet gauw vergeet. Zilver en zang, een ziel op je man. Iedereen wil met je mee. Bij het ontwaken, een beetje beschroomd. Niemand vertellen wat ik heb gedroomd. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi, mooi, mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen diep, dieper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met ka dood overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Waanzinnig, maar eerlijk gedroomd. Die in de nacht, totaal verwacht. Duizend je hoofd al geluk. Wil ik heel eventjes iets vertellen over dat het toch wel een hele geweldige groep is. Ja, er zit ze wel een beetje verlegen te lachen. Maar het zijn gewoon hele leuke kinderen. Het is allemaal heel gezellig en heel leuk. We hebben best een tijdje geoefend met de liedjes en in het begin dacht ik van... Ik weet het niet hoor, of ze er nou zin in hebben, want...
kwam niet zoveel uit. Maar na een paar keer oefenen raakten ze hartstikke enthousiast. En de meester en de juf ook. Nou, en het gaat helemaal, ja, het gaat gewoon helemaal geweldig. Ik heb een meneer die komt iets vertellen. Meneer Robin. Ha, Robin. Ha, juf. En nu komt er een heel bijzonder liedje. Je hoort het al aan de titel. Zo bijzonder. En nu een groot applaus voor Merel, Jets, Giacomo, Sophie en Lot. Welk liedje het is, vraag ik eerst, wie van jullie heeft een tattoo? Wij hebben Walking en dat is goed ook, want we gaan er ook nog maar eens over zingen. Dus hier komen ze met Ik wil een tattoo. Luke, Lodewijk, Thomas, Giacomo, Janna en Robin. Geef ze een groot applaus! Op de kauwgomoude automaat, de eerste keer dat ik hier zat. En oh my god, hij is gevuld met gave tattoos. Ik vroeg mijn hand, waarom ging een hello? Ze zei oké, maar voor een echte ben je veel te jong. Ik wil een tattoo, ja, ja, op de linkerarm. Super jongens. Hé, hey, Giacomo, wat heb jij nou? Kom eens even hier. Ha, Giacomo. Ja? Ja? Wat is dat? Een papegaai. Echt waar? Ja. En waarom heb jij nou een papegaai op je schouder? Omdat het over gaat. Wat gaat waar over? Het liedje. Nou, vertel maar. Het liedje gaat over papegaai. Met Maaike, Sophie, Ed, Merel, Amber, Menne, Max en Annette. Geef ze een hartelijk applaus. Dezelfde schoenen aan, dezelfde jas. Hetzelfde t-shirt en dezelfde tas. Dezelfde sokken, dezelfde broek. Dezelfde agenda, zelfs hetzelfde boek. Zou ik maar heel snel luisteren in groep 4, want er komt heel hoog bezoek, Mirjam. Hoog bezoek komt er en volgens mij kunnen Janna en Frederik daar iets over vertellen. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Ga er maar gauw iets over vertellen. Ha Janna, is het spannend? Volgens mij wel, hè? Ha Frederik, vertel. Nou, we krijgen de koning op bezoek. Bij de koning is een DJ. Hier komen Hanna, Luke,
Digna, Rikwa en Kira. Geef ze een mega applaus! De koning die luistert naar Kira's verhaal. Hij ligt in het duister, spreekt Kira's taal. Met de mannen gaat de vraag, niet zo langs de wilde kust. Was ik je veters aan het strikken, ja. Hé, hey, Robin, hoe is het? Gaat het goed? Ja. Fijn. Ga je hangen? Wil jij ook ervan gimpen? Nou, kijk eens in. In dit liedje houden zij in ieder geval wel van. En nu een groot applaus voor Maaike, Sophia, Janna, Digna, Frederik en Leer. Ik. Ik heb ze echt een afdruk en mijn tinker, zoals ik een peper strik. Ik. Ik heb een flinke fiets. Ik heb een paar schoenen schoenen. Ik heb een vier. Zing me hier. Hou vol. Maar we zijn er nog niet, want we krijgen nu het laatste lied. Giacomo, kom het maar eens even vertellen, want daar is ook iets mee. Hadi Giacomo, gaat het nog? Ja. Het laatste liedje. Beweging is gezond. En dat moet je wel eens vaker doen. Hier komen Sarah, Mirjam, Ben, Sophie, Claudie en Thomas. Geef ze een hartelijk applaus. Yeah.
En een applaus voor jezelf. Wauw! Ja, applaus voor jezelf. Ja, ik zal jullie missen. En ik zal de kids helemaal missen. Maar alvast allemaal heel erg bedankt. En ik wou ook de meester Fabiani even bedanken, want die heeft me het hele jaar zo geweldig.